Oh, kijk eens, ik ga vandaag sla klaarmaken en laat zien hoe je dat vandaag kan doen. Op verschillende manieren en ik laat vandaag zien hoe ik het klaarmaak. Nou, dit zijn de benodigdheden. De sla, komkommer, tomaat, ui, augurken. Ik heb ze al voorgesneden, ik hoef ze alleen nog maar klein te maken. Nou, je haalt de sla uit de zak. De buitenste bladeren haal je eraf. Ja. Ik gebruik in dit geval een brandmes omdat ik dat lekker binnen snijden. Ga je de kroppen uithalen. Snij meestal de sla door de helft. Eventueel kan je het nog een keer door de helft doen. Ligt eraan hoe groot dat je de bladeren zelf doet. Dan kan je de reepjes gaan snijden. Zie je toch nog blaadjes die te groot zijn, dan kan je ze gewoon lekker scheuren. Dan kan je het sla een beetje laten inweken. Nou, ondertussen als de sla gaat weken, kan je ondertussen de andere producten weer klaarmaken. Zoals je komkommer, je ui en je tomaat. Rondje haal je eraf. En dan pak je de hoeveelheid wat je denkt wat je nodig hebt. Pak je een sneetje, zodat het plastic eraf gaat. Ik pak zelf een kaasschaaf altijd om de schil eraf te halen. Zodat je niet te dik eraf haalt. Toch nog de vitamine mee krijgt. Kan je de komkommer in schijfjes doen of in blokjes. Ik zou eerst een voorbeeld doen hoe je ze in schijfjes kan doen. Dus gewoon met de kaasschaaf en je doet ze gewoon zo. Ze is lekker dun. Zo. Naar de blokjes. Ik doe de komkommer door de helft. Nou. De helft, nog een keer door de helft. En dan kan je ze gewoon snijden. Doe je ze kleiner, dan kan je eventueel nog een keer door de helft doen. En dat dan vast in de schaal. Dan wil je riemetjes of wil je geen riemen. Ik doe hem meestal dan nog een keer door de helft. En dan kan je zelf bepalen welke grootte dat je wil hebben. En dan ga je lekker snijden.
bij een goede ui, dan heb je last van je tranen, omdat het lekker scherp is. Zo, ook in. Nou, dan zijn we klaar met de komkommer en ui. Ondertussen is de sla een beetje geweken. En dan ga je dat eruit halen. Zo, dat het een beetje kan uitlekken. Dus het losse zand is er een beetje vanaf. Mocht eventueel andere beestjes of zo insecten erin zitten, dan zitten die er ook niet meer aan. De sla een beetje uitlekken. Ik doe het water weg. Er blijft altijd wel wat in de wasbak zitten. En dan zijn we toegekomen aan de tomaat. Ga je eventjes wassen. Nou, ik snij die altijd door midden. Ik hou altijd kroontje. Kroontje, die haal ik er altijd weg, omdat het niet lekker is. Dat kan je dan weggooien. Dan snij ik hem meestal nog een keer omheen. En dan kan je dezelfde grootte weer maken die je zelf wil. Kroontje eraf. Eventueel door midden. En bepaal jezelf de grootte. Ondertussen zijn de eitjes klaar. Ga je dan afgieten. Koud water. Ga ze even schieten. Beetje koud water in. Laat ze eventjes in het pannetje, omdat ik nog de rest eventjes klein ga snijden. Dan zijn we beland bij de augurken. Pak je de hoeveelheid dat je denkt dat je er in de sla wil doen. Deze zijn al voorgesneden, dat is heel makkelijk, dus je hoeft ze alleen nog maar klein te snijden. En ja, helaas, ik kan het niet laten, maar ik proef toch altijd nog eventjes hoe lekker dat ze zijn.
Nou, ze smaken nog goed. Wat erin. Ja, heb je je voorbereiding gehad? En in principe kan je nou de sla al pas bij de voorbereiding in groenten. En dan kan je zo een beetje mixen. Als je denkt dat je genoeg sla hebt, dan kan je het zo laten. Als je denkt, nou, ik kan nog wel wat meer bij, dan doe je er nog wat bij. Nou, dan gaan we de eitjes afschillen. Nou, een beetje afgekoeld. Dat is het leukste werkje van de eitjes eigenlijk wel. Afpellen. Mocht je zelf tips hebben, laat ze gerust achter in het commentaar. Ik heb de eitjes, had ik al voordat ik ging het water opzetten, had ik de eieren er al in gedaan, zodat ze wat makkelijker gaar worden. Sommigen doen er zout bij, voor de eierschil. Ja, ik doe het in dit geval niet. Wil je een zacht gekookt ei, dan moet je er op tijd bij zijn. Want anders is het ja, een hard gekookt ei. Poel ik ze eventjes af. Nou, als je dan klaar bent met afspoelen van de eieren voor de laatste schillen, kan je ze in een eiersnijer doen. Dan worden ze lekker klein, fijn gesneden. Hoef je het zelf niet te doen. En dan is het evenredig verdeeld. Het is nog warm. Zo. En eventueel voor jezelf kan je een dressing eroverheen doen. Of zelf gemaakt. En dan is je sla klaar. Nou, dit is het resultaat. Ik zou zeggen, veel plezier met het klaarmaken. En wie weet tot de volgende keer.